Voetbal dan. PSV heeft zo goed als zeker de tweede nieuwe speler voor het nieuwe seizoen binnen. Derk Lucassen komt over van AZ. De verdediger moet de opvolger worden van de vertrokken Hector Moreno, die naar AS Roma is verkast. Verslaggever Paul Post, goedemorgen. Goedemorgen, Maarten en Tessel. Maar ik heb het gevoel dat we het nog een beetje met potlood staan in te vullen. Of kun jij al de inktpotten bijhalen? Nou ja, ik durf de inktpot er eerlijk gezegd al wel bij te halen. Maar de laatste komma's en de laatste punten bij de diverse onderhandelingen moeten nog gezet worden. Maar je mag er rustig van uitgaan dat vandaag en anders morgen Derk Lucassen een PSV'er is. Terwijl die nu op dit moment waarschijnlijk nog een AZ-contract heeft. En zitten de komma's en de punten dan gewoon in de poen, Paul? Ja, en met Poen en met wat gebeurt er als Lucas heel goed speelt bij PSV en over 2 jaar een megatransfer gaat maken. Wat kan AZ daar dan van oppeuzelen? Dat soort dingen allemaal. Een soort Steven Jansen. Je moet maar eens op voetballeaks kijken. Daar zijn diverse contracten uitgelekt. En dan word je helemaal duizelig en schil van alle bijlagen die daarbij zitten. En voorwaarden en veronderstellingen. Dus ja, daar komen notarissen bij, daar komen advocaten bij, er moet van alles gebeuren. Maar ja, het is toch wel heel erg zeker dat Lucas naar PSV komt. Ik hoorde Maarten trouwens net zeggen dat hij de opvolger van Moreno moet gaan worden. Die positie, daar zou hij kunnen spelen, maar er zijn meer plekken waarop hij uit de voeten kan. Hij is een rechtsback, hij kan op het middenveld, dus het is een multifunctionele speler. Het is ook een fysiek sterke jongen, talentvolle jongen. Dus een allrounder die PSV in huis gaat halen. En hij kiest kennelijk bewust voor PSV, want er gaan ook verhalen dat Feyenoord op de loer lag. Ja, dat is wel opmerkelijk. Feyenoord en PSV hengelen allebei naar Lucassen. Hebben ook allebei met de club gesproken. Het schijnt, maar daar weet ik het fijn niet van, dat AZ met Feyenoord al heel erg rond was. Maar dat Lucassen vooral zelf heeft aangegeven dat als hij de keuze heeft PSV op Feyenoord, dat hij toch overduidelijk voor PSV kiest. En gelukkig heeft de werknemer in zo'n geval toch nog het laatste woord. Dus het wordt PSV in plaats van Feyenoord. Vorige week hadden we het er stiekem al over, de komst van Lucassen. Zo lang hangt het al boven de markt, Paul. Heb jij enig idee naar wie er nog meer lijntjes zijn uitgegooid? Transfermarkt technisch? Dat is moeilijk te zeggen. Kijk, PSV heeft al wat spelers zien gaan. Maar verwacht dat er nog wel meer zullen vertrekken. Jetro Willems staat bovenaan het lijstje. Nou ja, Maier, dat is bekend. Misschien dat Arias gaat vertrekken. Ja, en daar zullen ze op gaan participeren of op gaan reageren. En dan is het de vraag wie dat gaat worden. Ik kan nu wel allerlei namen gaan uit de hoge hoed gaan toveren. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik verwacht dat als er nog spelers komen, dat spelers zijn zeg maar uit de categorie Pereiro. Niet zozeer qua kwaliteit en qua financiën, maar wel misschien jongens die wij nog niet zo goed kennen, maar die in een ver buitenland al hebben laten zien dat ze heel erg goed kunnen voetballen. En dat er zulke talenten nog naar PSV gehaald gaan worden. Komt er uit eigen gelederen nog wat naar boven, Paul, denk jij? Ze gaan op trainingskamp, de helft van de ploeg weg. Dus dat moet je aanvullen, lijkt me zo, op je trainingskamp. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Er is natuurlijk een nieuwe hiërarchie. Lozano, die moet nog gaan komen. Maar ja, Guardado en Moreno, die zijn vertrokken. Dat zijn toch wel twee leiders, of het waren twee leiders binnen de selectie van PSV. Dus er moeten andere jongens gaan opstaan. Marco Verhinkel was ook zo'n type. Nou ja, die komt waarschijnlijk ook naar PSV, maar zover is het toch niet. Dus ja, er moet een nieuwe structuur ontstaan in die selectie van PSV. Dat is een mooie taak voor Philippe Cocu om dat te begeleiden. En er komen behoorlijk wat jeugdspelers aan die geduld hebben gehad. Maar voor wie het geduld ook een beetje eindig is, kan ik me voorstellen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan San Lammers, Pablo Rosario en Dante Rigo, die er al een tijd bij zitten, maar die nu echt voor hun kans mogen gaan. Dus het is interessant wat er op de transfermarkt gebeurt. Maar het is ook interessant hoe de spelers onderling met de nieuwe concurrentieslag gaan omgaan. Dat trainingskamp is deze week. Je gaat daar naartoe en we horen jou later weer. Paul Post, onze PSV-watcher. Dankjewel.